maar denk je dat het gebeurt? Weet ik veel, als ik jouw kop zie, denk ik nee. Welkom allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Giergasten. Mijn naam is Martijn. En mijn naam is nog steeds Niels. Martijn, wij gaan ons vandaag voordoen als twee Nederlandse supersterren. En als jullie denken aan Nederlandse supersterren, denken jullie natuurlijk aan Martin Garrix, Afrojack. Martijn Mansveld. Of Niels Huislijk van de Giergasten inderdaad. Maar nee, Martijn, wij gaan ons vandaag voordoen als de twee beste klassieke pianisten van dit moment. Het zijn de gebroeders Arthur en Lucas Jussen. Ja, deze broertjes die trekken volle zalen over de hele wereld. Vandaag moeten ze optreden in Amsterdam. De kaartjes kosten €26, maar helaas zijn deze ook alweer uitverkocht. Ja. Dus wij gaan ons denk ik maar even proberen te melden bij de artiesten. Oké, ze treden vandaag op in het concertgebouw hier achter ons. Ja, ze zijn bekend om hun wilde blonde haar, hè? Daarom heb ik even twee pruiken gefixt. Oh, spannend. Zullen we de kaartjes er gewoon aanhouden? Ik kan hem nog terugbrengen. Ja, maar als je het niet zo doet. Tada! Voordat we het concertgebouw plat gaan spelen, moeten we natuurlijk een klein warming-upje doen op de piano van het station. Denk je dat het gebeurt? Weet ik veel. Als ik jouw kop zie, denk ik nee. Ja? Arthur Lucas? Ja? Ja. Ze zagen meteen op de pruik ook. Ja, die twee jochies die zijn hier opgegroeid. Die komen hier al vanaf de 8e. Ja. Dus iedereen kent hen daar. Dus het was, en we praten ook niet met een zachte G. Dus dat was echt zo'n faalactie. Ja, dus ja, helaas. Wil je naar het concert? Ja, wij willen heel graag naar het concert. Ik heb nog twee kaartjes. Echt? Jij hebt nog twee kaartjes? Ja, ik heb net opgehaald. Er zijn twee mensen afgezegd. Ik moet het heel eventjes met die ja, gaan doen. Okay. Ja, als tuurlijk. Anders geef me even je nummer. Ja, is goed. Oké, de vader van Lucas en Arthur, die liep net nog even terug. Die zegt, nou heel misschien heb ik wel kaarten voor jullie. En hij is nu even naar Arthur en Lucas aan het lopen en die gaat het even bespreken. Oh, hier, hij belt. Met Niels? Oh, ja, ik krijg nu Arthur aan de lijn. Yo, Arthur. Ja, echt? We krijgen twee kaarten. Ah, top. Ja, ik zie je straks. Yo. We mogen naar binnen. Yes! We krijgen nu twee kaarten. Maar we mogen dus niet filmen, hoor ik. Nee, binnen mag je absoluut niet filmen. Maar we maken wel even een selfie dat we er alsnog zitten. Ja, lachen. Gaat het concertje. Je hebt dure, echt de beste plekken. Echt waar? Ja. Arthur, Lucas, dank jullie wel. Sportief. Lijkt niet echt, nee. Bedankt. Ja, die lijken wel, hoor. Die lijken wel.
Vind jullie een geweldig concert? Ja, jullie weer aan. We hebben toch maar 2,60. 52 euro bespaard. Maar ja, we hebben weer een concert, dus we moeten weer even door. Nou, nee, ja. Station. Oké. Okay. Ja. Ja. Hey, hey, hartstikke bedankt. Hey, heel succes met alles. Jullie tot ziens. Yes. Hoi, hoi. Of willen jullie even als Martijn en Niels de video afsluiten? Ja hoor, ja, oké. Hallo, ik ben Niels. Ik ben Martijn en we willen jullie bedanken voor het kijken van deze video. Link in de beschrijving, doe duimpje omhoog en belangrijk natuurlijk abonneren hier. Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram, Twitter en vergeet nog iets. Nee, duimpje. Grindr. Oh nee, Grindr. Duimpje, duimpje. Duimpje, duimpje omhoog. Abonneren. Ja, tot volgende week jongens.